Even kijken, kan ik iets zien? Nee, het is zwaar toegetast. Maar ik denk dat het een halve Willemscent is, denk ik. €1,42. €1. We gaan nog een beetje lezen. We zouden er nou van moeten maken, denk ik, wat dit is. Ik denk een andere schijning van de piloot, twee vleugels. Ja, ik weet, het lijkt net twee muntjes als ik het zo zie. Ja, weer schoonmaken, dan zou ik het wel kunnen zien. Denk. Ja, het is niet massief. Echt mega oud zal het ook niet zijn. Ik zie er nog vaag iets op staan. Tekst in het midden, maar ik kan het net niet lezen. Misschien als hij in de olie gelegen heeft. Dat het lukt. En een musketbal. Een grote musketbal. Maar die wil je toch ook niet graag in lijf hebben. Even kijken. Ik zie een krant die om een schildje heen loopt. Het is heel vaag te zien, maar deze kant is niks meer op te zien. Terwijl het afgesleten, ja, ik zie nog een 0. En dan heb je het verder ook gehad. Deze kant, ja, ik weet het niet. En een knopje. Geen motief erop. Normaal knopje. Hier is toch ergens een piepje in. Nog eens even kijken. Daar ligt hij. Hij ligt er nog maar buiten. Een muntje. Even kijken. Volgens mij een halve Willemscent. Wat ik er zo van kan zien. Dat is heel vaag te zien. Even moeten zoeken. Nee, maar ik heb hem. Wat doe je?
een loodje. Met een getal erop. Sterk om die je dichterbij kan brengen, dus het zien. Een knoopje. Ja, oogje is nog heel. Even kijken. Een bloemetjesmotief. Een beetje schoonblazen. Wel een beetje aangetast. Maar oh, verder wel een leuk knoopje. Ja. Een nice button. Nou, ik zou het misschien nog in het Engels kennen gaan doen. Ja, zo goed is mijn Engels nou ook al. Een muntje. Oh, heel zielig muntje. Kan ik er nog iets op zien? Nee, deze is over. Hoewel, voor mij zie ik hier onderaan iets staan. Ja, misschien is in de Odette geleden dat het een beetje duidelijk wordt. Ach ja. Een knoopje. En dingen die gebeuren ook wel eens, hè. Even kijken. Hollandia 17. 6 nog iets. En een muntje. Even kijken. 1 cent. Ding staat er ook op. Maleficent. Door een roosje. Door een roosje? Ja, met Angelina Jolie. Oh, dat zal wel weer zo'n niet kinderlijk filmpje zijn. Ja, dat is het. Ja, hij is toch nog wat kinderlijker dan dat ik uitgewacht heb. Oké, dus niet zo eng. Nou, het gaat wel. Er zit wel een stuk tussen van, maar... Die jongen die mij in de klas heeft gezeten vroeger, die is Apache-piloot, Maarten van Weli. Wat deed hij geregeld dan? Die gast die verdient heel veel geld. 1827, Willemsmunt. Ja, maar die hebben een lange opleiding te gaan, jongen. Straaljaar gepiloot was 5 jaar of zo. Toen wij op de luchtmachtbasis moesten werken, vertelden ze dat. Straaljaar, gewoon, ik ben overal de net dood. Zelfmoord. Zelfmoord? Ja, wij gaan opgaan. Echt waar? Ja, met je. Ja, waarom, dat weet ik ook niet meer. Nou, ik een beetje schoonmaken. En een muntje. Wel wat zichtbaar. Even kijken. En het is... Dan kan ik een beetje moeilijk zien waar. 8 cent. Nou, dat... Een 3 of een 8 cent. Ja. Een beetje beter schoongemaakt worden dan. Met vergrootglas erbij zou ik het wel kunnen zien. Dat is een 3 of 8 cent. Een Leopold. Een beetje tekst omheen. Nou, je moet eerst goed schoongemaakt worden, dan zal het wel een beetje duidelijker zijn. Dat lukt niet. Muntje. Schoonmaken. Even kijken, het is een Overijssel, 1706, nog iets. Ja, dat is mijn derde Overijssel hier al. Ja, goeie veldje dit, goeie veldje.